Het eigen kleermaker. Ja, de man van de gemiste dubbels tot nu toe dit seizoen. Tot vandaag. 65% op de dubbels. Ben je los? Schijnbaar. Ja, dit was wel lekker. Zeker bij 4-4, die 124. Dus denk ik wel echt het grote kantelpunt. Daarnaast ook bewust even publiek erbij pakken. Ik had aardig wat mensen in de zaal zitten. En ja, weet je, die moet je er dan zeker op dat moment wel bij betrekken. En het heeft dit jaar, het is echt met vallen en opstaan gegaan. En ik heb heel veel partijen verloren waarvan ik dacht van, waarom verlies je die? En dat heeft ook echt wel een reden dat ik die verloor. En nu voelt het weer een keer op zijn plek. En daar ben ik echt onwijs blij mee. Ja, je haalt het eigenlijk zelf al aan. De gemiddelde wedstrijd van jou gaat richting 5-5. En dat is eigenlijk omdat je het zelf vaak weggeeft. Ja. Hoe ben je er eigenlijk dit jaar mee omgegaan? Want eigenlijk is het eigenlijk het verhaal van de gemiste dubbels. Want voor de rest is er eigenlijk heel weinig aan de hand tot nu toe. Ja, klopt. Alleen het is. Ik heb voor mezelf dus gewoon doorgaan. Ik heb een plan, ik heb een doel en ik heb gewoon een meerjarenplan. En ik hoef niet sky high te komen als ik gewoon een groeiende lijn voor mezelf zie. Dat vind ik het belangrijkste. En ik weet ook, dit jaar is gewoon ook wel een turbulent jaar. Mijn vader heeft natuurlijk, waar ik toen al aankaart in november, die hersenbloeding en herseninfarct gehad. En het is, weet je, het schommelt een beetje ook met zijn gezondheid. En dat speelt natuurlijk wel mee, want het is niet alleen mijn vader. Het is mijn grootste fan, mijn trouwste fan. En het is niet alleen mijn vader, het is ook een vriend. En als je je vader van een grote beer ziet afzakken naar, ja, toch eigenlijk iemand die opeens emoties heeft wat hij vroeger nooit had. Dat verandert ook thuis natuurlijk wel veel. En dat neemt ook wel, dat neem je ook wel mee als je moet reizen. Ik heb dit jaar meerdere keren moeten reizen. Dat 2 dagen van tevoren mijn vader weer in het ziekenhuis kwam te liggen. Dan reis je toch met een minder fijn gevoel af. Dan wanneer je je kop vrij hebt. En gewoon je ding kan doen zoals ik toen met de WK op een gegeven moment wel een beetje had. Dus ja, weet je, daar probeer ik nou weer een beetje naartoe te werken. En het is vooral blijven geloven in je eigen kunnen en blijven gaan. En ik weet wat ik kan. En gelukkig zit het er nog in. En weet je, hier wil ik weer op verder bouwen. Ja, je wil weer op verder bouwen. Kijk het naar morgen. Dit denkt wel heel veel vertrouwen voor morgen. Zeker wat we weten wat je op het WK op het podium kwam. In principe ben je wel een redelijke podiumspeler aan het worden op deze manier. Ja, ik moet zeggen, ik vind het helemaal niet erg om inderdaad met zo'n zaal achter me te spelen. Dat vind ik wel een lekker gevoel. Zeker het publiek vanavond. Echt een fantastisch publiek. Hoe ze de wedstrijden meebeleven, hoe ze erin meebegaan. Niet alleen de mensen die ik zelf mee heb, maar ook gewoon het hele pakket. Ja, ik hou ervan. En uiteindelijk is dit ook de reden waarom ik darter wilde worden. Op dit soort podia wedstrijden spelen. En het liefst zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk. Dus ja, ik kan niet wachten tot morgenavond om weer het podium op te mogen. Martijn, heel veel succes morgen.